Super hier. Ja, goed hè? Ja. Ja. Oh, je was afwezig. Ja, je verrast me een beetje met je komst. Mm. Maar als je het niet erg vindt, dan maak ik even iets af. Ja, want, doe maar even. Ja. Okay. Wat mooi dat rood. Wordt dit ook, is dit ook voor de expositie? Want jij gaat 15 januari het museum in. Ja. Ja, ga je exposeren en schilderen. Ja. Hoort dit er ook bij? Nee, dit gaat niet mee naar het museum. Oh. Dit is nog niet af. Dit is met acrylverf? Ja, met acrylverf. Ja. Ik werk altijd met acrylverf. Ja, olieverf, dat duurt te lang voor het droog is. Ik ben daar veel te ongeduldig voor. Ja. Ik heb het vaak geprobeerd, maar het is niet echt mijn ding. Maar misschien komt dat nog ooit als ik wat ouder word. Dan, dat dan het geduld... Dit ziet er... spannend uit, ja, moet ik zeggen. Dankjewel. Hoe lang schilder je al? Ik schilder al, zolang als ik me eigenlijk kan herinneren. Maar echt serieus ben ik begonnen toen ik naar de academie ging. Het is in de jaren 80 geweest. Uiteraard. Ja. Wist je al op jeugdige leeftijd wat je worden wilde? Ja, ik wist altijd al dat ik met tekenen of schilderen mijn geld ging verdienen. Dus En toen ben ik naar de academie gegaan. Ben ik de opleiding tot illustrator gaan doen. En daar mocht je ontzettend veel schilderen en tekenen. En dat was echt een hemel. Ja. Oh, wat bijzonder zeg. Dus heerlijk was dat. En het is nog steeds heerlijk. En die twee vakken vind ik heel fijn om te combineren. Dus het werken in opdracht. En als ik schilder voor mezelf, dan werk ik niet in opdracht. Nee. Maar als je in opdracht werkt, wat houdt dat precies in? Dan maak ik illustraties of animaties in opdracht voor kinderboeken. Kinderboeken doe ik eigenlijk weinig. Ik werk veel voor grote bedrijven, voor jaarverslagen en personeelsmagazines en publieksmagazines. Dus, top zeg. Ja, hartstikke leuk. Ja. Goh. Ja. Nou heb ik gelezen dat jij al van kind, of nee, dat jij toen jij begon met schilderen, dat je ook 's morgens vroeg begon de dag met een tekening. Ja, dat klopt. Dat doe ik al heel lang. En ik breng het naar buiten sinds 2010. En ik doe dat sinds die tijd ook in boeken, in dummies, lege boeken, schetsboeken. Dat doe ik om de boel bij elkaar te houden. En ook omdat het interessant is, omdat die tekeningen vaak een opeenvolging van beelden zijn. Dus een soort verhaal vormen. Dat verhaal maak ik niet bewust. Ik weet 's morgens niet wat ik ga maken. Waarom doe je dat? Je bent 's morgens sta je op, je doucht, je kleed je aan, je ontbijt en dan ga je een tekening maken. Ja, dat is bijna het eerste wat ik doe op een dag. Ja, ja, dat doe ik om in de scheppende stand te komen. Om in een flow te raken waar ik prettig kan gaan illustreren of kan gaan schilderen. Maar stel ik moet de boekhouding doen, dan is het ook heel fijn om dat wat ik in die tekening gevonden heb, die rust die ik daarin vind, om dat mee te nemen. En dit is het boek van? Dit is het boek van nu, waar ik nu in bezig ben. En dit? Is de tekening van vandaag. En wat stelt dat er ongeveer voor? Ja, een thema wat steeds terugkomt zijn huisjes. En ik ben nu veel met uiteenvallende huisjes bezig. En dan sla je de bladzijde open en dan? En dan heb ik een leeg vel. Ja, dat is hier een leeg vel. En dan, ik begin gewoon. Maar de tekening vloeit vaak voort uit dat wat er daarvoor was. Dus daardoor krijgen tekeningen een soort van opeenvolging. Maar ja, het kan ook gebeuren dat het zomaar eens wisselt van thema. Ik wil graag even terugkomen op jouw expositie, het exposeren in het museum. Ja. Want jij gaat 15 januari tot 4 juni. Ja. Daar exposeren en schilderen. Ja. Hoe vaak per week? Ik ga 2 keer per week daar schilderen. Dus wel wat voor dagen? Op de donderdag en de zondag. En dus we transformeren de museumzaal, die echt een museumzaal is, helemaal wit. De vloer is wit, het plafond is wit, alle muren wit. Daar kom ik dan aan. Ik neem een Persisch tapijtje mee, dat is mijn schildertapijt. Daar mag ik op knoeien. En mijn ezel gaat mee, verf mee en ik ga daar gewoon aan het werk. Ik begin dan met een leeg doek, of meerdere lege doeken, want ik werk altijd aan meerdere schilderijen tegelijk. En de bezoekers kunnen dus volgen wat er gebeurt in het museum. Denk je ook dat er mensen zijn van, die willen kopen? Ja, dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja, kan. Ja. Ja, ik vind de manier waarop je schildert vind ik super. Heb je alle schilderijen al klaarstaan? Die geëxposeerd moeten worden. Ja, we hebben ze net uitgezocht. De directeur van het museum, Gerard de Klein, is hier geweest samen met Carina
En we van de PR en we hebben door een heleboel werken heen gelopen en van alles geprobeerd wat mooie combinaties zijn. Want je maakt natuurlijk echt een tentoonstelling. Het gaat om wat doen de werken met elkaar. En nou, we zijn eensluidend tot een oordeel gekomen. Wij mogen ze natuurlijk niet zien. Nee, hè, dat is geheim. Ja, dat is geheim. Maar ja, goed. Het moet iets ter verrassing houden natuurlijk. Ja. Ik zal wel laten zien wat van dezelfde sfeer is als wat er in het museum terechtkomt. Moeten we even daarheen. Het thema waarmee ik bezig ben en wat een thema is door al mijn schilderwerken heen, een thema, is ruimte en tijd. Ik dacht eerst dat het alleen over ruimte ging, maar het blijkt voor mijn gevoel toch ook echt over tijd en tijdsbeleving te gaan. En de schilderijen die in het museum komen te hangen, gaan ook over ruimte en tijd. Dit is een werk wat ik gemaakt heb in de Jeruzalemkapel. Daar heb ik 11 maanden ben ik artist in residence geweest op uitnodiging van Museum Gouda. Ja. En daar heb ik gewerkt naar aanleiding van dat wat ik zag en beleefde in de kapel. Ja. En ik heb dus die ruimte geprobeerd te vangen. Een ander thema wat ook met ruimte en tijd te maken heeft, is dat ik graag werk naar aanleiding van industriële ruimtes. Ik ga graag bijvoorbeeld ook naar groot asfalt hier aan de overkant, waar al die kranen en... Dat vind ik heel bijzonder. Van die plekken waar mensen gewerkt hebben, geld verdiend is. En niet vanwege dat geld, maar dat daar gezwoegd, gezweet. Daar zit zoveel historie in. Hartelijke dank daarvoor. Ja. En dan zien we elkaar in het museum. Hartstikke leuk. Ja.